Varkensrug ligt al heerlijk in zijn badje. Voor extra smaken en sapjes. En we gaan ook wat lekkers van maken op de barbecue. En wat gaan we ervan maken, Wim? We gaan er een Toscaanse varkensrug van maken. Heerlijk. Of een Toscaans varkensgebraadje. Ja. Met een hele lekkere kruidenkorst er rond. Je hebt hem uit een pekelbadje gehaald. Ja. En een pekelbadje, waarvoor gaan we maken pekelen? Waarvoor doen we dat? We gaan dat doen eigenlijk voor meer smaak en meer vocht in het vlees te krijgen. Dit was een pekelbadje met basis van witte wijn. We hebben daar rietsuiker ook nog in gedaan. Grof zout zit er ook nog bij. Een beetje rozemarijn. En een bladje... Laurier. Dankjewel. Laurier. Samen moet je doen, hè? Teamwork. We komen er wel uit. Jawel. Ja, dus voor extra prettige smaken en beleving, mooi mals en sappig. Yes. Even pekelbadje. Yes. Mooi. Volgende stap. Volgende stap gaan we een kruidenpasta maken voor de rond. Kijk aan. Deze... Een nieuwe snijplank, of niet? Nou, die even aan de kant gewoon. Ja. Zoef. Lekker ouderwets, inderdaad. Precies. Een vijzel. Look erbij. Doen er een klein beetje rozemarijn bij. Beetje citroensap. Ja. Mag er ook bij. Wat rietsuiker. Zo. Een beetje zesten van citroen. Ja. Doe ook nog erin. Zo. En een beetje zeezout. Ziet er goed uit, de kruidenpasta. Yes. Ja. Mooi. Helemaal gladde pasta van gemaakt. En die gaat nu fijn over ons vlees. Ziet er goed uit. Een finishing touch, een beetje peper misschien beetje nog. Beetje peper, goed idee. Zal ik hem... Ja, draai maar even erover. Mijn handen zijn... Top. Zo. Helemaal mooi. Laat maar raden. Ja, de barbecue op. Ik denk dat die open moet, hè? Ja, die moet open, joh. Anders krijgen we er niks in. Oh, hoppakee. Goed zo. Mooi. Oh, er staan een hoop mooie dingen hier weer. Ja. Ik zie, je hebt hier een roast rack neergezet. Ja. Ja, en waarom staat hij hierop? Wat doen we ermee? Hier gaan we zelfs ons gebraadje inleggen. Ja. Dat zorgt ervoor eigenlijk dat ons gebraad niet rechtstreeks op het rooster ligt, waardoor de hitte heel mooi er rond kan circuleren en dat hij heel mooi aan alle kanten heel mooi gelijk bruin kleurt en gaart. Gelijke garing. Ja, ja. Inderdaad. Ja, top. Daaronder zie ik ook nog een bakje, als meneer de cameraman misschien even meekijkt. Kijk. Ja. En waarvoor hebben we dat bakje eronder gezet? Dat is een bakje met wat bouillon. Ja. Geeft wat extra vocht in de kookruimte eigenlijk van de barbecue. Waardoor we nog meer sappigheid gaan nog krijgen. Nog beter resultaat. Ja, ja inderdaad. En de barbecue, hebben we die ingedeeld? Alle branders aan of uit? Nee, we hebben alleen de buitenste branders aangezet in dit geval. Dus we hebben echt compleet indirecte hitte. Mooi. Waardoor we dit gebraadje heel rustig kunnen laten gaan. In alle garen. Rust. Ja, yes. Voor het beste resultaat. Nou, mooi. Moet goed gaan. Ja, we gaan hem erop leggen. En welke temperaturen willen wij in de barbecue zien? Op de thermometer? We gaan zo rond de 170 graden gaan we werken, rustig graden werken. Ja. We gaan er ook nog een kernthermometer in steken. Hier weer altijd heel mooi in het midden, niet te diep steken. Dat die daar in die richting ook mooi in het midden zit, dus overal mooi in het midden. Precies. Dan meten we wat de kerntemperatuur is en we mikken op ergens achteraan de 50, 60 graden. Die willen we bereiken. Ja. Mooi. Nou, dan doen we tot straks. Ja, kijk, zo willen we hem hebben. Jawel. Hop. Die mag eruit. Ja, ik pak hem niet van je aan. Nee. Stam met teleur. Andere keer weer. Ja. En die pakken we zo mee. Die gaan binnen nog even rusten. Oké, voilà. Deze dicht, ik zet hem uit voor je, goed? Ja. Wim, dat is hem. Yes, dat is hem. Mooie plakjes. Ja. Een salade hebben we erbij. Yes. Met een lekker dessertje erin. Beetje rucola, peperzout, olijfolie, balsamico. Ja. Very classic. Bedje van de rucola. Yes. Kijk. En hoe simpel. Ja. En eenvoudig. Heel klein beetje nog afwerken. Klein streepje olijfolie. Zo. Nou, top. Ja, top. Het varkensgebraad, varkensrug. Hier ligt hij. Mooi om mee aan de slag te gaan. Ja. Dus wil je wat grote stukjes vlees eens een keer bereiden op de barbecue? Ik denk dat dit een mooi stukje vlees is om daar eens een keer mee te experimenteren. Dus succes ermee. Nou ja, Wim zei het net, hij heeft zin in wijn. En daarbij hoort natuurlijk dat stukje vlees. Dat gaan we doen.
Wil je kijken wat we de volgende keer weer gaan doen? Even op het belletje drukken, dan krijgen we een signaaltje van een mooie video. Wellicht wederom met Wim. Ja, en druk ook even op de duimpje omhoog, want dit is zo leuk en lekker om te doen. We gaan genieten, Wim. Yes. Waar is die wijn? Ja, ik weet het wel.